Na vanavond is het afgelopen met de omroepsters bij de publieke omroepen. Daarmee komt een eind aan een traditie van bijna een halve eeuw. Want in 1951 was het een omroepster, Jeanne Roos, die de eerste Nederlandse tv-uitzending aankondigde en inleidde. En na haar volgde een hele stoet aan omroepsters en een enkele omroeper. Maar gaandeweg zijn ze verdrongen door logo's, graphics, leaders en computeranimaties. Alleen het commerciële Veronica houdt de omroepster nog in ere. Art Rooijakkers en Karin Brands over de eens gezichtsbepalende gastvrouwen en één gastheer van de Nederlandse omroep. Hooggeëerd publiek, welkom bij deze wervelende reportage over omroepsters. Een programma met een lach en een traan, want het is toch wel een hele aparte wereld van de omroepsters. Laten we beginnen bij het begin waar het allemaal begon. Vanavond is het een heel bijzondere avond. Niet alleen bij u in de huiskamer, maar ook voor ons hier in de studio. Want na zeer lange voorbereidingen zijn wij dan eindelijk zover dat wij u een volledig televisieprogramma kunnen aanbieden. Het eerste in een reeks experimentele uitzendingen. Denkt u nog vaak met weemoed aan die eerste avond? Helemaal niet. Ik denk er nu aan terug. Kijk, toen ik dat voor het eerst deed, dat wil ik nog even zeggen. Ha, toen dacht ik, goh zeg, ik ben journalist en over 50 jaar bestaat televisie 50 jaar. En dan zijn er allemaal collega's die gaan in leggers kijken en in archieven. En dan zien ze ineens dat er een collega het eerste programma heeft omgeroepen. En dan zeggen ze, god, kijk, leeft dat mens nog? En dan gaat ze kijken en dan zit ik in de erker in bejaardenhuis met een trommeltje koekjes en dan roep ik binnen, dat verzon ik allemaal. Jongens, kom binnen, ik heb jullie 50 jaar verwacht. Maar het begon al 10 jaar al hoor. 10 jaar televisie, 20 jaar televisie, 25 jaar televisie. Goedenavond dames en heren, hier is de Nederlandse Televisiestichting met een uitzending die verzorgd wordt door... De mensen vonden het allemaal enig, die liepen met je weg, want het was een wereldwonder. Dus, televisie. Ja, daar kan u best gekke dingen van vertellen, want een auto kon ik eigenlijk niet langer hebben dan een jaar, want dan was hij helemaal door de kinderjasjes en de knopen van die jasjes helemaal beschadigd. Je moet je als omroepster heel goed verzorgen. Je haar in de krul, je gezicht in de plooi van dat perzikkenwerk. Bij de fanmail van morgen is vast weer een brief. Oh, wat vind ik u mooi. Het waren na de koningin echt de koninginnen van Nederland ongeveer. Er waren er ook maar een paar. En dat had zo met glamour en mooi zijn te maken. En dat vond ik zo helemaal niet bij mij passen. En bovendien, voor een man bestond het dus ook nog bijna niet. Het mag dan, dames en heren, een aflevering van ongeveer een uur zijn geweest vanavond. 10 minuten langer dan gebruikelijk. Toch is het om voordat je het weet. En daarom zult u het plezierig vinden te vernemen dat er een boekje is uitgekomen over citroentje met suiker. Met alles wat u altijd al weten wilde. Dat ziet er prachtig uit. Het is, ik ga het u heel snel laten zien, want je moet de mensen nieuwsgierig houden en ze niet alles meteen laten zien. Vol met allerlei foto's. Hij heeft dus heel snel. U moet ze maar eens op uw gemak bekijken. Hooggeëerd publiek, wat een amusement, wat een programma. Een programma van Nova over omroepsters. Is er eigenlijk wel iets veranderd in de wereld van omroepsters? Kijk en huiver! We hebben het even moeten missen, maar het is er gelukkig weer. Het programma waar de pestkoppen flink onder handen worden genomen. Een hele nieuwe aflevering van Booby Trap. Je moet natuurlijk wel met je tijd meegaan. Maar het fenomeen omroepster is niet ouderwets. Maar je moet daar natuurlijk wel iets aan blijven doen. Je moet wel met je tijd meegaan. Ik moet hier niet gaan zitten met mijn bloemetjesjurk en heel strak gaan kijken en ouderwetse taal uitspreken. Nee, je moet echt meegaan met je omroep. De heftigste speelfilms in september bij de Young One. Kunnen we ons weer op verheugen. Nou, zo rond 9:45 weer een nieuwe aflevering van Blij dat ik rij. Dames en heren, goedenavond. De NTS brengt u vanavond buiten het journaal en het weeroverzicht om 9:00 het vierde programma uit de serie Onbekend Talent. Het omroepen op zich, 50 jaar lang, is dat hetzelfde gebleven?
Helaas grotendeels wel. Ik heb maar zelden iemand in de loop der jaren het zien doen waarvan ik dacht, die doet er iets nieuws mee. Ik heb volgens mij iets overgeslagen. Een jaar later, in 1976, diepte ze haar eigen manier van filmmaken nog meer uit met Son nom de Venise dans Calcutta désert. Ik wens je geen roos. Van harte gefeliciteerd. Oh. Je bent een van de nieuwe trosomroepsters geworden. Nee, dat weet je niet. Echt waar? Oh, wat leuk zeg. Je hebt je haar al gewassen, zie ik. Ja, ja. Nou, het wordt gezien als tuttig en oudbollig. En het, nou ja, als je gewoon kijkt naar vroeger, het was vroeger een hele andere tijd. Dus toen was het ook heel anders. Kijk, je moet je natuurlijk ook wel aanpassen aan deze tijd. Is dat genoeg gebeurd? Ik heb wel getracht om de trof in ieder geval een moderne omroepster te geven. Ik heb wel eens voor de buis gezeten dat ik 2 dagen maar niet gekamd, bijvoorbeeld. Nou. Boeren, burgers en buitenlui, kom dat zien, kom dat zien. Omroepsters die verdwijnen. Wat een gemis, die charmante omroepsters. Had het voorkomen kunnen worden, of had het voorkomen moeten worden? Mag ik het eerlijk zeggen? Het kan me niet schelen. Ik vind niet dat het voorkomen had moeten worden. Ik vind niet dat het niet had moeten gebeuren. De tijd vraagt, of de huidige tijd heeft geen behoefte meer aan omroepsters. Verder is niets tragisch aan. Je doet net alsof het een uitstervende diersoort is. Dat is het dan misschien ook wel. Maar ik vind er geen enkele tragiek in. Dames en heren, goedenavond. Dames en heren, wij wensen u een genoeglijk avondje uit. Dames en heren, goedenavond. Er verdwijnt iets dat heel erg Nederlands was. Want dat vind ik wel van omroepers en omroepsters. Nederlanders hebben een hele eigenaardige smaak. Ik noem het altijd de Annie M. G. Schmid smaak. We houden heel erg van het soort gezelligheid dat zij goed wist te beschrijven. En daar hoort zo'n meneer of mevrouw op de televisie die een beetje jouw vriend of vriendin of vijand wordt bij. Ontmoetingen met het geluk. Dit programma werd door Willy van Hemert samengesteld uit 3 door hemzelf geschreven eenacters die in decors van Peter Zwart gespeeld werden door Ida Wasserman en Joris Diels. En 2 dansen die werden uitgevoerd door Marjan Hilarides, Hanny van Leeuwen, Jaap Vlier en Rudy van Danzig, alle leden van het Nederlands Danstheater. De regie had Willy van Hemert. Ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die 's avonds het echt van de televisie moeten hebben, omdat ze thuis niet uitkomen, omdat ze ziek zijn of omdat ze oud zijn. En dat die mensen het heel naar vinden om ze te moeten missen. Want er is niemand die jou dan echt aankijkt in de camera. En dat vinden mensen natuurlijk toch wel fijn. Die boodschap is toch ook voor hen bedoeld. En niet alleen voor die anonieme kijker. Je mag het als omroepster nooit laten merken wanneer je bijzonder de duvel in hebt. De duvel, dat mag. Dat is nog beschaafd. En wat het ook is, gewoon door blijven werken. Al ben je bestolen, al ben je genept. Ik denk dat het wel weer terugkomt. Ja. Hoezo? Ik denk dat het wel weer terugkomt. Ik denk dat ze dat toch zullen gaan missen. En ik denk ook dat de troskijkers natuurlijk ook heel erg gewend zijn om een presentatrice, om een omroepster te zien. En als dat verdwijnt, ja, dan wordt dat toch ook wel weer een klein beetje een eenheidsworst. Hooggeëerd publiek, 1000 dank voor uw aandacht. U was een fantastisch publiek. Tja, als die omroepers het net zo hadden aangepakt als ik, dan waren we allemaal gebleven. We hopen, dames en heren, dat u met genoegen hebt gekeken en nemen nu afscheid van u. Goedenacht. Welterusten. Dat was het voor vandaag. Morgen zaterdag zijn we er weer. Meteen na 10 uur journaal. Nog voor Studio Sport dus. Graag tot morgen. Goedenavond.